Nou, wat je ziet is dat vrouwen die in de prostitutie werken bijna altijd wel een verleden hebben van seksueel misbruik. En ze vaak op een bepaalde manier toch worden gedwongen door tot die keuze. Bijvoorbeeld doordat ze echt geld nodig hebben, doordat ze geen andere optie voor zichzelf zien. Of doordat een man, dat is meestal een boyer, ze manipuleert, op die manier misbruik van ze maakt. Dus over vrijwilligheid kun je volgens mij bijna niet spreken. Want het is altijd een factor die ervoor zorgt dat ze dit met haar lichaam gaat doen. Wij zeggen in Nederland er is gedwongen en gewone prostitutie. Maar als je dus naar de verhalen kijkt, dan zie je dus dat elke vrouw een verhaal heeft. En dat er altijd wel iemand is geweest die misbruik van haar heeft gemaakt op een of andere manier. Ja. Maar die scheidingslijn is gewoon niet echt zichtbaar. Nou, als je kijkt de impact die het heeft, het verkopen van je seks. Ja. Soms zo in de heftigheid, wat je bij oorlogsveteranen vroeger in Vietnam zag. En dat zie je dan bij vrouwen die hier in Nederland in de prostitutie hebben, dezelfde heftigheid daarvan. Nou, hoe komt het dat zo heftig is? Een vrouw kan 10 keer op een dag vrezen voor haar leven. De gordijnen gaan dicht, ze zijn 1-op-1 contact, er is geen toezicht, zij is onderdanig aan hem en moet het moment overleven. Iedere vrouw heeft een verhaal en elk verhaal telt. Ik heb zoveel vrouwen gezien die het eigenlijk niet konden erkennen, die er nog niet over na konden denken, omdat ze dan niet meer met zichzelf zouden kunnen leven, omdat het dan zo'n schaamte is. Ja. Een vrouw zei tegen mij, ik heb gewoon mijn ziel verkocht, eigenlijk. Dat is eigenlijk wat ik heb gedaan. En dat kun je emotioneel vinden of wat dan ook, maar het is eigenlijk stuk voor stuk wat je van ze hoort. Dus ik vind dat we dat niet mogen accepteren. Wat jij kunt doen tegen prostitutie in Nederland is lid worden van Expose. Je kunt ons financieel steunen en je kunt ook de petitie die wij hebben ondertekenen. Dat is een petitie voor het strafbaar stellen van het kopen van seks in Nederland. En dat kun je doen op www.ikbenonbetaalbaar.nl. Ik ben Natasja en ik ben onbetaalbaar. Ik ben Willemijn en ik ben onbetaalbaar. Ik ben Sarah en ik ben onbetaalbaar.